De opname loopt. Nogmaals goede avond en welkom dat jullie de tijd hebben genomen om naar deze webinar te gaan kijken. Mijn naam is Ulk Kerriac. Ik ben officiële spreker voor SkyWorld Community in Nederland. Teamlid van de communicatiegroep en wij zijn verantwoordelijk in Nederland voor alle communicatie die vrij wordt gegeven vanuit Unitsky String Technologies, dan wel SkyWorld Community. Daarnaast ben ik ook professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. En daar zal ik later in deze presentatie op terugkomen. Het milieu is op dit moment een hot item. Ik heb het in de voorgaande webinars ook al meermalen herhaald. Alleen ik zal het ook in de volgende webinars ook nog gaan doen, omdat het op dit moment gewoon erg belangrijk is. Op dit moment zijn er verschillende mogelijkheden bedacht. Innovatieve uitvindingen om het milieu een beetje beter te krijgen. Alleen tot op heden is dat nog niet gelukt. Een van die bedenkers voor een beter leefklimaat voor onze wereld is Anatoly Yunitskiy. Daar gaan we zo meteen meer over zien. Hij is vanaf 1978 begonnen om zijn idee vorm te geven. Voorheen heette dat Skyway. Voor veel mensen is de naam Skyway ook bekend. Maar vanaf heden zullen wij Skyway Yunitskiy String Technologies gaan noemen. En Skyway is een productnaam binnen het assortiment van Yunitskiy String Technologies. Dit is Anatoly Yunitskiy. Hier zien jullie een aantal foto's van hoe die er nu uitziet. En een aantal foto's van zijn jongere jaren. Je ziet er ook al direct een vrachtwagen die op een rail staat. Er is in het verleden een soort testpark geweest in Rusland. En daar heeft deze vrachtwagen daadwerkelijk op de rails zijn testen gehad. Inmiddels is het testpark verhuisd naar Wit-Rusland. En is daar een heel mooi ecotechnopark verrezen. Wie is Anatoly Yunitskiy? Anatoly Yunitskiy is een uitvinder, heeft inmiddels al meer dan 200 uitvindingen gedaan, dan wel patenten. Heeft daarvoor ook verschillende awards gekregen. Lid van een aantal federaties. Samenwerking met onder andere de Verenigde Naties. Dus voor heel veel mensen is Anatoly Yunitskiy nog onbekend. Maar binnen de wereld waarin Anatoly Yunitskiy zichzelf begeeft, is hij een vrij bekend persoon. Hier links of hier rechts zien jullie hoe Yunitskiy String Technologies er in werkelijkheid eventueel uit zou kunnen zien. Dit is een 3D-foto waarop je eigenlijk al goed kunt zien dat het transport zich bevindt op het tweede niveau. En dat daardoor eigenlijk veel meer ruimte ontstaat op de begane grond. Of zoals wij eigenlijk zeggen op het eerste niveau. Dit zijn een aantal modellen van Yunitskiy String Technologies. Dit zijn daadwerkelijke modellen op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Wat zou het kunnen betekenen? Minder ruimte in beslag nemen op het aardoppervlak, schonere lucht, CO2-reductie. Eigenlijk zijn er een hele hoop voordelen, ik noem er een aantal op, wat dit innovatieve transportsysteem zou kunnen betekenen. We focussen ons vanavond echt op het transportsysteem van Yunitskiy String Technologies. Maar binnen het gamma is er ook bijvoorbeeld een grondverbeteraar ontwikkeld. Misschien in de toekomst zal ik daar ook wat meer uitleg over geven. Omdat het eigenlijk een heel interessant proces is geweest. En ook een heel belangrijk proces nog steeds is op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En ook voor het testpark in de Emiraten. Hier zien jullie een aantal foto's van het verleden en het heden. In het verleden is al geprobeerd om verschillende transportsystemen op het tweede niveau aan te brengen, te ontwikkelen, te testen en te gebruiken. Er zijn er ook op dit moment een aantal al soms niet in gebruik. In Duitsland zijn er sowieso een paar. Maar je ziet eigenlijk op de foto linksonder hoe druk het eigenlijk is op sommige plekken op onze wereld. Neem bijvoorbeeld steden als New Delhi. Andere hoofdsteden. Dit zijn steden waar de onderste foto's dagelijkse gang zijn. De mens is volhardend. Wij vervuilen ons aardoppervlak met enige regelmaat.
Er gebeuren met enige regelmaat gigantische rampen met bijvoorbeeld olietankers in beschermde natuurgebieden. En dat heeft natuurlijk een groot effect op de flora en fauna die in dat gebied leeft. Je kunt daarbij gewoon praktisch denken dat zeevogels onder de olie worden besmeurd. En dat moet natuurlijk op tijd worden schoongemaakt door ons mensen. Als dat niet gebeurt, dan overlijden de beestjes. Hier zien jullie bijvoorbeeld een foto linksonder. Dat is al een foto waarbij je transport op het tweede niveau ziet. Dit is een bestaand model. Er zijn een aantal modellen wat ik net al aangaf in Duitsland. Die rijden ook. Sommige die staan stil. Maar het is eigenlijk al een vrij oud concept. Wat op dit moment door Unitsky String Technologies eigenlijk een verbeterde versie is aan het worden is. Waarbij er een omslagpunt zit in het energiegebruik en of het energieverbruik naar het energiegebruik en wat het zou kunnen opleveren. Je ziet bijvoorbeeld ook een foto rechtsboven van een weg waar zand overheen komt. Op het moment dat een weg niet meer wordt gebruikt of een spoorlijn wordt niet meer gebruikt, dan zie je dat de natuur deze eigenlijk heel geleidelijk aan terugneemt. Dit zijn een aantal voorbeelden van kabelbanen. Het grootste verschil tussen Unitsky String Technologies en een kabelbaan is dat een kabelbaan is een getrokken systeem. En het systeem van Unitsky String Technologies maakt gebruik van eigen motoren, eigen opslag of eigen accu-capaciteiten. Waardoor het eigenlijk zelfvoorzienend is en niet afhankelijk is van een stroompunt wat op A of B staat. Dit zijn ook een aantal foto's van Unitsky String Technologies. De eerste twee foto's aan de linkerkant en onder in het midden, dat zijn originele foto's. Rechtsonder is een computeranimatiefoto. Ik wil er wel een kleine kanttekening bij maken dat op dit moment ook in Wit-Rusland het cargotransport in de vorm van de Unitruck U4131 daadwerkelijk wordt getest. Ook de andere twee modellen die jullie op de foto zien worden op dit moment dagelijks getest. Dit is een doorsnede van ons aardoppervlak en wat direct opvalt is dat om de boel te egaliseren zie je eigenlijk dat de beesten die in een bepaald leefgebied leven in de knel komen. In dit geval worden ze letterlijk ingegraven, maar dit is nodig voor de meeste gebouwen, voor de meeste infrastructuur om goed te kunnen bouwen. Op deze doorsnede zien jullie wat er gebeurt. In feite wat ze doen is het aardstuk grond wat ze nodig hebben volledig egaliseren. Dan komt er een fundering op. Die fundering is vaak groter dan dat je zelf in de gaten hebt. En bovenop die fundering komt daadwerkelijk in dit geval spoorrails. Dit is een doorsnede van de spoorrails. En in vergelijking met Unitsky String Technologies zien jullie op de derde foto onder dat het gebouwd is op pilaren. Zogeheten intermediate supports. Dit zijn ook een aantal doorsneden van dezelfde intermediate supports. Wat ze doen is ze bouwen eerst de intermediate supports op de gewenste afstand. Als voorbeeld om even te geven kun je denken aan een afstand van 288 meter. Dit is een afstand die op dit moment daadwerkelijk wordt gebouwd op het testpark in Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten. Je ziet wat ze vervolgens doen is een kabel spannen. Zodra die kabel is gespannen en goed op spanning staat, maken ze de uiteinden van weerskanten maken ze los en zullen ze bevestigen aan zogeheten anchor supports en dat zijn stations. Zoals ik net al aangaf, dat kunnen ze doen op verschillende spanwijdtes. 288 meter is vrij fors. En dat zal straks ook daadwerkelijk op worden getest. Maar het geeft ook goed weer hoe weinig ruimte Unitsky String Technologies in beslag neemt. Je ziet hier ook een foto van een doorsnede van de bovenkant van een rolling stock model. En in dit geval kun je hier een beetje zien hoe het anti-derail system, het ontsporingssysteem, eruit ziet. Dan is er ook nog een plaatje van een doorsnede van een stringrail. En daarin zien jullie eigenlijk hoe dat er van binnen enigszins uitziet. Er is een hele hoop ruimte voor informatica of datakabels, andere
kabels die nodig zijn om het vervoer zo efficiënt mogelijk te maken. Ze kunnen ook op dezelfde stringrail een x-aantal modules achter elkaar laten rijden dan wel koppelen, om op die manier meer passagiers van A naar B te kunnen vervoeren. Modellen kunnen op een interval van 2 seconden achter elkaar op snelheid rijden. Ze kunnen onafhankelijk met elkaar communiceren, dus mocht het voorste model een probleem krijgen, zal het eerstvolgende model wat erachter komt in staat zijn om middels een bepaalde techniek het model voor zich te kunnen monitoren, zodat hij de snelheid eventueel kan aanpassen. Ik kwam even niet op het woord, maar het woord is artificial intelligence. Dit is een doorsnede van een gebouw. Naast String Technologies heeft Unisci String Technology ook een lineaire city ontwikkeld. Daar gaan we binnenkort ook zeer veel meer informatie over kunnen vertellen. Maar je ziet hier een klein voorbeeld hoe dat er eventueel uit zou kunnen zien. Je ziet 2 intermediate supports en een anchor support, dat is in dit geval het gebouw. De module van Unisci String Technologies kan door het gebouw heen rijden. In dit geval is het een station, dus zou mensen in en uit kunnen laten stappen. En de opgewekte stroom eventueel afstaan aan het gebouw. De foto rechtsonder is de drone. Deze drone is gepresenteerd op het Ecofest 2018. Inmiddels zijn er ook al veel testen met deze drone gaande en kan die op dit moment een laadcapaciteit tillen van om en nabij de 750 kilo. De bedoeling is dat hij straks 1500 kilo gaat tillen, maar in dit geval zit hij al op de helft en ja, dat is eigenlijk al vrij uniek. Dit is een spoorbrug in vergelijking met Unisci String Technologies. Wat hierop ook meteen opvalt is dat Unisci String Technologies maakt gebruik van pilaren, zogeheten intermediate supports. Mocht je het in een rivier bouwen, dan is dat vele malen efficiënter. Want met enige regelmaat varen schepen tegen bruggen aan, omdat ze de diepgang en de hoogte van een brug niet goed kunnen inschatten. Unisci String Technologies kan eigenlijk tot vrij hoog in de lucht gebouwd worden, waardoor de wagons van Unisci String Technologies eigenlijk het scheepvervoer niet hoeven te hinderen. Pilaren kunnen zowel aan de kant van de rivier worden gebouwd dan wel op het vaste wal. Ik gaf net aan 288 meter spanwijdte. Dat zal in de meeste gevallen een rivier zonder probleem kunnen oversteken. Dit zijn een aantal stringrail, zoals Unisci String Technologies dat nu in het gamma heeft. Je ziet de stijve stringrailconstructie, de constructie waarbij de mogelijkheid is voor transport zowel boven als onderlangs, en de flexibel stringrail. Je ziet op de foto rechts hoe dat er enigszins ook van binnen uitziet. En op deze manier krijg je eigenlijk een goede indruk van hoe smal zo'n stringrail daadwerkelijk in het echt is. Dit is wat meer informatie. In dit geval zien jullie ook een foto van het wiel van de High Speed Unibus. En dat wiel is ook in staat natuurlijk om de stroom die vrijkomt goed op te vangen in de accu's die het model met zich meebrengt. Zodat dat ook op een later moment weer kan worden afgestaan aan, in dit geval, consumentengebruik of eigen gebruik. Dit zijn wat specifiekere informatie van de aerodynamica. Je ziet op de foto aan de linkerkant een auto en daarop zie je de wind aan de voorkant in een gestroomlijnde beweging over de auto heen gaan. En achter de auto zie je dat er een soort windcirculatie ontstaat. Als je kijkt naar de High Speed Unibus, en ik moet hem eigenlijk Uniflash gaan noemen. Dat is een naamswijziging, die heeft ook onlangs plaatsgevonden. Maar als je kijkt naar het design van de Uniflash, dan zie je dat de wind zowel aan de voorkant als aan de achterkant weer tot een gelijkpunt tot elkaar komt. Dus eigenlijk de wind, de wervel die vrijkomt, is nihil. Dit is de Uniflash. Onlangs heeft hij een naamswijziging gekregen. Vele mensen zullen hem nog kennen als de High Speed Unibus U4 6
6-3-2, of 3-6-2, excuus. En je ziet hier wat voor capaciteit heeft. Om een voorbeeld te geven, op dit moment zijn ze ook bezig met de voorbereidingen voor een 25 kilometer lang testtraject. Dit is nodig om de Uniflash goed te kunnen testen. Hij heeft 10 kilometer nodig om op te trekken, 10 kilometer op snelheid. En 5 kilometer heeft hij nodig om weer van zijn topsnelheid van 500 kilometer op een goede manier tot stilstand te komen. Dan is er ook nog een kleine afbeelding van de Unibus U4210. En dat is een model dat eigenlijk voor stedelijk vervoer wordt ingezet. Dit is nog een keer een foto van Anatoly Yunitskiy met een patent. Hij heeft in de afgelopen periode dat hij bezig is met dit project, en dat is eigenlijk al veel langer dan dat we zelf in de gaten hebben, heeft hij het ene na het andere patent weten vast te leggen. En dat is ook nodig, want op het moment dat hij dat niet doet, dan zijn er andere bedrijven die natuurlijk in de rij staan om dat patent van hem, of dat zijn uitvinding van hem af te nemen. Dit is zijn boek, en hierin geeft hij eigenlijk in dit geval in het Russisch weer hoe hij de wereld voor ogen ziet. Wat in zijn optiek de beste mogelijkheid is om onze aarde een stukje te laten afkoelen. Of de opwarming minder snel plaats te laten vinden. Dit zijn een aantal patenten wat ik net aangaf. Ieder model dat wordt ontworpen, of iedere techniek dat wordt ontworpen, dat wordt gepatenteerd, gecertificeerd. Zodat het ook daadwerkelijk alleen aan Yunitskiy String Technologies is toe te schrijven. Dit zijn een aantal certificaten, waaronder een certificaat van de Europese Unie. Daar staat een ja-vinkje in. Heel veel mensen hebben het idee dat Yunitskiy String Technologies niet bekend is bij de Europese Unie. Yunitskiy String Technologies is wel degelijk bekend bij de Europese Unie, want dit certificaat laat zien dat, dat de Europese Unie dat zelf heeft afgegeven. Dit zijn ook nog een aantal projecten waar Anatoly Yunitskiy op dit moment mee bezig is. En wij focussen ons op dit moment op Yunitskiy String Technologies, maar dan is er ook nog een stukje Spaceway, zijn boek, en nog een paar andere projecten die hier op dit moment nog niet opstaan, maar daar is hij achter de schermen wel mee bezig. Dit is de rolling stock van Yunitskiy String Technologies. Ik ga deze rustig met jullie door. Linksboven is de Uniwind. Dan krijgen we de Unibike. Dan krijgen we de Unicar T1. De T staat in dit geval, kom ik later ook nog op terug. De T staat in dit geval voor één sectie. Dan krijgen we de Unicar T3. Dat is voor 3 gedeeltes. Maximaal plaats voor 18 personen. Dan krijgen we de Unibus U4210. Dan krijgen we de Unibus U4220T2. Je kunt hem ook de B-rail Unibus noemen. Dit model maakt gebruik van de grote stringrail constructie, waarbij die aan 2 kanten van de stringrail aan het systeem hangt. Dan krijgen we de Uniflash. De Unicont die zal binnen niet al te lange tijd daadwerkelijk worden getest, zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten. Dan krijgen we de Unitruck. De Unitruck U4131 wordt op dit moment in Wit-Rusland op het Ecotechnopark daadwerkelijk getest. Dat is een module die is ontworpen voor bulktransport. Dan hebben we de Unitrans. Dat is een grote lopende band. Deze zal straks ook worden ingezet in gebieden die moeilijk te bereiken zijn voor vrachtauto's. Denk aan mijnen of andere plaatsen waar bepaalde aardse producten gewonnen moeten worden, zoals ijzererts, zout, steenkool. Dan hebben we een foto linksonder. Dat is een daadwerkelijke foto. Dit model is gepresenteerd op het Ecofest 2019 in Wit-Rusland. Helaas is daar nog niet heel veel specifieks over bekend. En dan staat er nog één model, helaas niet bij op deze foto, maar die is er wel. Dat is de, moet ik even goed nadenken, dat is de Unilight. En dit model zal worden ingezet voor het eerste commerciële gedeelte dat langs het Ecotechnopark in Wit-Rusland wordt gebouwd. En dat is een traject van 1125 meter. Dit is een vergelijkingsstaat waarbij je eigenlijk goed kunt zien
wat het verbruik is van het huidige transportsysteem dat wij kennen en het transportsysteem van Unitsky String Technologies. En wat opvalt is dat Unitsky String Technologies constant het minste verbruik in beslag neemt. Dit is daadwerkelijk ook getest. Dus het is niet dat deze sheet door rekenwerk van de computer tot stand is gekomen. Nee, dit wordt getest voordat iets naar buiten kan worden gebracht. Dit is nog een keer een afbeelding van de Unicar op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Zoals ik net ook al aangaf, deze modellen worden aan de lopende band getest. En je kunt hierbij denken aan dat ze eigenlijk 3 tot 4 keer zwaarder worden beladen dan dat ze ooit beladen zullen worden wanneer ze mensen daadwerkelijk gaan transporteren van A naar B. Vaak vragen mensen aan mij van, goh, wat gebeurt er nu als een module pech onderweg krijgt? Nou, dit is op het Ecofest 2019 aan ons gedemonstreerd. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben eerst de eerste module naar boven gestuurd. Die hebben ze in het midden van de baan tot stilstand gebracht. Vervolgens is de andere Unicar ook naar boven gegaan. Die heeft zich heel rustig aan de andere Unicar gekoppeld. En op die manier heeft hij de Unicar teruggetrokken naar het eerste opstapstation. Dit is een van de vele mogelijkheden die Unitsky String Technologies heeft bedacht om het transport zo veilig mogelijk te maken. Dit is ook een foto genomen op het Ecofest 2019. Zoals ik net aangaf, zien jullie zowel de Uniflash en de B-Rail Unibus. En je ziet hier duidelijk dat de B-Rail Unibus gebruik maakt van beide kanten van de spoorconstructie. De prioriteitsstellingen van Unitsky String Technologies. In 2014 zijn ze begonnen met de nadruk te leggen op het passagiersvervoer. Inmiddels is de vraag van passagiersvervoer enigszins naar het vervoer van cargo gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat het passagiersvervoer op een lager pitje is komen te staan. Deze lopen op dit moment gelijk op, waarbij op dit moment wel een lichte voorrang wordt gegeven aan het cargo transport, omdat daar eigenlijk gigantisch veel vraag naar gaat zijn in de komende jaren. Het geluid is eigenlijk plat gezegd te verwaarlozen. De meeste modules hebben een maximaal geluid wat ze produceren van ongeveer 80 decibel. Als het op snelheid langs je voorbij komt, dan valt dat niet tot nauwelijks op dat er iets aankomt rijden. Dit is niet te vergelijken bijvoorbeeld met een trein van onze Nederlandse spoorwegen, want die produceren iets meer geluid. Onlangs zijn er ook een paar aanpassingen gedaan op het Ecotechnopark. Dit heeft te maken met de koppeling van de tussenstukken om die zo geluidswerend te maken en zo isolerend mogelijk te maken, zodat de overgang van het ene stuk naar het andere stuk niet echt opvalt als je in de cabine zit. Soms heb je met een trein wel eens dat je voelt dat die van het ene baanvak naar het andere baanvak gaat. Dat hadden ze bij Unitsky String Technologies ook, maar inmiddels hebben ze de aanpassingen zo weten te creëren dat het niet tot nauwelijks meer opvalt. Ook de energiegeleidingen, de afvoer en de aanvoer, hebben ze aangepast, waardoor er een betere, efficiënte manier is ontwikkeld, waarbij ze meer energie kunnen opvangen die weer gebruikt kan worden voor de desbetreffende doeleinden die op dat moment gelden, of waarnaar vraag is. Dit zijn een aantal 3D-foto's van Unitsky String Technologies. Je ziet transport over land, transport over water en nog een keer transport over land. Op dit moment ligt de nadruk natuurlijk op het vrachtvervoer. Ook het personenvervoer wordt goed ontwikkeld. Wat ook opvalt op de eerste foto is dat je daar een Unicont boven ziet en een Unibus aan de onderkant. Dit zal ook straks een daadwerkelijk verschijnsel gaan worden in een aantal landen. Unitsky String Technologies heeft op verschillende beurzen gestaan. Dit is de InnoTrans 2018 in Berlijn. Daar is de Highspeed Unibus gepresenteerd aan het grote publiek. Voor heel veel mensen was het een totale verrassing wat ze daar hebben gezien. De meeste innovaties zijn innovaties op bestaande modellen, dus dat wil zeggen dat de NS heeft bijvoorbeeld een dubbel
treintype, dat heet de Firm. En wij zijn onlangs aanbeland bij de Firm 4. En wat hebben ze gedaan? De eerste Firm, type 1, hebben ze gereviseerd, waardoor die weer iets langer mee kan gaan. De basis is nog steeds hetzelfde. 8 wielen en een treinwagon erop. En als je kijkt naar Unitsky String Technologies, dat is een compleet nieuw, innovatief model wat er nog niet is. Dit is het motorwiel, of een van de motorwielen. Aan de binnenkant kunnen we helaas niet kijken, maar aan de buitenkant krijg je wel een idee hoe dat er ongeveer uitziet. En hoe klein dat eigenlijk is, of hoe weinig ruimte het ook in beslag neemt in de totale module. Dit is het hoofdkantoor van Unitsky String Technologies. Er werken op dit moment plusminus 1000 werknemers. Die zijn eigenlijk 24/7 bezig om het product wat ze willen ontwikkelen zo goed mogelijk klaar te krijgen, zodat ze op een goede manier de markt kunnen betreden. Onlangs heeft Unitsky String Technologies een nieuw gebouw betreden in Wit-Rusland, in Minsk, omdat het oude gebouw wat ze hadden niet meer kon voldoen aan de vraag die er was. Want ze zijn in korte tijd gigantisch gegroeid. Dit is de fabriek. Dit is een iets oudere foto. Op dit moment is er nog een tweede hal bijgebouwd. Die is inmiddels, geloof ik, ongeveer 2 jaar in productie. Daar wordt op dit moment ook in geproduceerd. Die staat niet op de foto, maar die zit aan de achterkant van deze fabriekshal. Dit is het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Zoals de bijlag in 2014. Het is een voormalig tankterrein. Daar groeide letterlijk niks op. En dit is een foto van 2019. En hierop zie je eigenlijk wat Anatoly Unitsky ervan heeft weten te maken. Je ziet daarachter ook een grote vijver. Wat misschien ook leuk is om te vertellen is dat Unitsky ook heeft gedacht aan de lokale bewoners van Wit-Rusland. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft daar een gigantisch ecologisch vakantiepark gecreëerd. Zodat mensen daar kunnen vissen en kunnen recreëren. Ook het eerste commerciële traject van 1125 meter zal van de voorkant van het Ecotechnopark naar die vijver worden leiden, zodat de toeristen op een efficiëntere manier daar naartoe kunnen. Excuus, mijn pagina's lopen niet. Oh, ik moet terug. Nu lopen ze weer wel. Excuus voor het ongemak. Ja. Dit is een foto van het Ecofest. Sorry voor de vertraging. Deze foto's zijn originele foto's genomen op de Ecofest 2019. Unitsky String Technologies biedt eigenlijk iedere investeerder of iedereen die nieuwsgierig is naar de techniek de mogelijkheid om 1 keer per jaar naar Wit-Rusland, Marina Gorka, te komen om deze innovatieve techniek met eigen ogen te kunnen zien. Dan wel zelf te kunnen ervaren hoe het is om te kunnen rijden met Unitsky String Technologies. Het Ecofest van afgelopen jaar 2020 is door de pandemie helaas niet doorgegaan. Dat is een digitaal Ecofest geworden. Maar daarop was wel te zien dat er nog steeds wordt gebouwd op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Samenwerkingen. Unitsky String Technologies heeft verschillende samenwerkingen met gerenommeerde bedrijven. Ik heb er een aantal. En een van de bekendere bedrijven is B-Kaart uit België. En dit bedrijf heeft staal geleverd voor het testpark in de Emiraten. Dan hebben ze nog samenwerking met andere bedrijven, ook staalproducenten. Bijvoorbeeld ook met een Japans bedrijf, Okuma. Ook met een Frans bedrijf. Dassault Systems, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar het geeft eigenlijk goed aan wat voor grote bedrijven er achter Unitsky String Technologies zitten en hoe zij geloven in het product dat Unitsky String Technologies wil leveren aan de wereld
en aan iedereen die daar de vraag naar heeft. We gaan nu van Wit-Rusland naar de Emiraten. En dit is het testpark in Sharjah. Op dit moment is het testpark, ook het certificeringsgedeelte, is onderdeel van het Research and Technology Center in Sharjah. En het park in Sharjah is op dit moment ook in volle aanbouw. Het ecohuis is inmiddels klaar. Dat is het enigste houten huis in de Emiraten. Daar hebben ze ook een speciale vergunning voor, want houten huizen in de Emiraten mogen niet standaard gebouwd worden vanwege de extreme warmtes die daar voort kunnen komen. Je ziet ook nog een foto met hoe het er straks eventueel uit gaat zien. En je ziet een kleine foto rechtsboven van het eerste station, hoe dat er eventueel uitziet. En inmiddels is dat station ook al daadwerkelijk in gebruik. Dit is nog een maquette van hoe dat er straks uit gaat zien. Je ziet hier eigenlijk alle gebouwen, alle lijnen die gaan komen, het ecohuis. En hoe dat er straks daadwerkelijk ook uit gaat zien. Dit is de 400 meter lijn in Sharjah. Deze is eigenlijk gelijk aan het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Hij heeft alleen een ander type intermediate support. Veel sierlijker om maar zo te zeggen. Maar de lijn is ook 400 meter, 100 meter van het station naar, naar de eerste pilaar, om het even simpel te houden. Dan krijg je een spanwijdte van pilaar tot pilaar van 200 meter. En dan krijg je nog een keer 100 meter van pilaar naar station. Dit is het ecohuis op de achtergrond en op de voorgrond zien jullie de eerste intermediate support van de 2,5 kilometer lange lijn, waarbij de constructie of paalconstructie op 288 meter van elkaar wordt gebouwd. De foto aan de onderkant is het station, de anchor support, wat op dit moment in aanbouw is. Dit zijn ook nog een aantal foto's van de gebouwen die reeds af zijn. En aan de foto rechts of linksonder is het tweede station en dat is al iets verder wat af is. En dit zijn een van de twee stations voor de 2,5 kilometer lange testlijn. Dan is er een mechanic gebouw, ik kom even niet op het Nederlands, gebouw voor de technische dienst. En er is een foto van het ecohuis, hoe dat er van vooraf uitziet met een boom erin. En dan is er nog een ander gebouwtje waarvan ik op dit moment de functie nog niet weet. Zowel passagiers als goederenvervoer wordt op dit moment op de 400 meter testbaan daadwerkelijk getest. Je ziet daar aan de foto's aan de linkerkant zie je een cargo container hangen aan dezelfde stringrail. En op de 5 foto's aan de rechterkant zien jullie de Unica U4 430T1. In dit geval T staat nu voor Tropical Version en de 1 staat voor het eerste model. Dit is een VIP-versie. Deze is speciaal gecreëerd voor de Sultan, of de Sheikh van Sharjah. Excuus. En deze wordt nu ook gebruikt om delegaties in te laten rijden en media kennis te laten maken met Unitsky String Technologies. De toekomst van Dubai. Unitsky String Technologies maakt nog steeds deel uit van de visie van de emir van de Sheikh van Dubai. Er is onlangs een paar maanden terug een gigantisch evenement geweest waarin Dubai heeft aangegeven hoe zij de toekomst tot aan 2040 zien. En dan zie je op een gegeven moment een kort stuk over Unitsky String Technologies. Dus het is gigantisch mooi om te zien dat Unitsky String Technologies daar daadwerkelijk in terugkomt. Mensen vragen mij ook wel eens van hoe zit dat nou met het traject voor de Emiraten. Daar kan ik heel kort op over zijn. De Emiraten heeft een vraag uitgezet. Unitsky String Technologies is een van de bedrijven die daarop heeft gereageerd. Maar is ook een van de bedrijven die op dit moment het meest concreet, het meest verre is. En eigenlijk alle belangrijke steun al heeft die nodig is om straks een mooi product te kunnen garanderen en mensen op een goede manier van A naar B te kunnen transporteren. Dit is nog een keer een foto met de skyline van een van de steden in de Emiraten.
waar staat Unitsky String Technologies op dit moment? Op dit moment eigenlijk is alles in aanbouw. Het testpark in de Emiraten is in aanbouw. Daar is de 400 meter lijn ook al in gebruik. Het park in Wit-Rusland wordt nog steeds aangewerkt. En zo zijn er eigenlijk nog veel meer punten die ik heel graag zou willen benoemen, maar die ik hier niet opzet, omdat het bedrijf al veel verder is dan dat we zelf eigenlijk in de gaten hebben. En wij zelf, vooral ik zelf, word eigenlijk iedere dag op een positieve manier verrast wat ze voor elkaar hebben weten te krijgen. Waarom investeren mensen in dit project? Ik denk dat het een heel unieke kans is voor iedereen. Het is aan iedereen natuurlijk zelf wat hij daar wel of niet mee zou willen. Maar om eigenlijk de wereld iets goeds terug te geven, is dit de beste kans in mijn optiek die je op dit moment zou kunnen gebruiken om daadwerkelijk ook iets goeds terug te kunnen doen voor onze natuur. De voordelen die heb ik eigenlijk al in deze presentatie benoemd. Op een efficiëntere manier van A naar B rijden. Minder tot geen CO2 uitstoot. Meer ruimte voor mensen en natuur. En zo is er eigenlijk nog steeds een lijstje wat steeds groter wordt met de voordelen. Dit is een foto in augmented reality. Een van de belangrijkste middelen die mensen, zeker in bepaalde landen, hebben gebruikt om Unitsky String Technologies te kunnen visualiseren, is door middel van augmented reality. Wat is augmented reality? Augmented reality is eigenlijk een digitale laag die je over een bestaande omgeving legt. In dit geval heb ik een bestaande weg in Nijmegen gebruikt. En daarin zie je eigenlijk hoe hoog het String Technologies, of hoe hoog Unitsky String Technologies is in vergelijking met de huidige wegen en hoe weinig ruimte het ook in beslag neemt. Middels deze techniek, augmented reality, zijn ook daadwerkelijke trajecten ontwikkeld en tot stand gekomen. Dit zijn ook nog een aantal foto's in augmented reality en ik wil hier eigenlijk keer op keer weergeven hoe efficiënt Unitsky String Technologies is in vergelijking met het huidige vervoerssysteem of het huidige transport dat wij kennen. Kan ik hierin participeren? Ja, dat is mogelijk. Ik raad iedereen aan die nieuw is in deze webinar om even contact op te nemen met degene die jou heeft benaderd voor deze presentatie. En hij of zij kan jou prima, zal prima in staat zijn om de beste informatie aan jou te geven die nodig is om voor jezelf een goede afweging te maken. Wij zitten op dit moment in stage 14.1. Hier zitten we nog een paar dagen in. En dan zullen we doorgaan naar stage 14.2. Maar goed, de desbetreffende persoon die jou hiervoor heeft benaderd, zal het ook goed kunnen uitleggen. Een korte samenvatting. Unitsky String Technologies is zuiniger, is beter. In mijn optiek is het ook mooier. Goed, smaken kunnen verschillen. Maar het is eigenlijk op alle aspecten beter voor ons aardoppervlak en ook voor ons als individu. Laatste updates. Het zijn inmiddels iets oudere updates, maar ze zijn nog steeds actueel. Unitsky String Technologies heeft onlangs aangegeven dat ze klaar zijn om de wereldmarkt te betreden. Ik heb inmiddels ook al presentaties gezien. Deze presentaties zijn vrij voor iedereen in te zien op bepaalde sites. Maar hier zie je eigenlijk dat ze al verschillende voorstellen hebben gedaan aan landen, voor landen. En ook al daadwerkelijke trajecten hebben uitgewerkt. Dus het is een kwestie van tijd totdat alles goed kan worden uitgerold. Onlangs zijn František Zola en Vladimir Maslov namens Skyworld Community naar Vietnam gegaan. En die hebben daar verschillende belangrijke vergaderingen bijgewoond. En daar is ook een bedrijf opgestart dat zal fungeren als communicatiestuk tussen de Skyworld Community in Vietnam
En het bedrijf Unisky String Technologies, Skyworld Community. Dit bedrijf wat ze in Vietnam hebben opgericht, zal zich ook bezig gaan houden met de commerciële trajecten. Ook deze zijn al op het internet verschenen. Zowel als in visualisatievideo's als in daadwerkelijke trajecten. Die ook straks daadwerkelijk vorm zullen krijgen. En hierover zal ik ook in de komende periode, zodra die informatie beschikbaar is, deze ook met jullie delen. Unisky String Technologies in de media de afgelopen dagen, en dan praat ik eigenlijk al over 2,5 week tot bijna 3 weken, is Unisky String Technologies volop in de media. Het ene bedrijf na het andere bedrijf geeft een positieve reportage af over Unisky String Technologies. Grote bedrijven zoals Cali Times, The National, grotere mediabedrijven, die hebben onlangs een review gegeven. Ook kleinere mediabedrijven weten Unisky String Technologies in Sharjah nu te vinden. En onlangs is er ook een mediabedrijf uit India geweest. En komt de ene delegatie, volgt de ene delegatie zich naar de andere delegatie op om te kijken wat hier gebeurt. En je kunt hierbij denken aan hoge functionarissen van bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Vandaag was er een grote delegatie van Russische burgemeesters om te kijken wat er in Wit-Rusland gebeurt. Wat er in de Emiraten gebeurt. Dus ondanks dat de economie nog ten dele stil ligt vanwege de huidige pandemie, zie je dat de mogelijkheden voor mensen die daadwerkelijk interesse hebben in Unisky String Technologies, dat die er zijn om het ook met eigen ogen te kunnen zien. Dit is Oleg Seretsky. Hij is in Sharjah of in de Verenigde Emiratie de CEO, en hij zet eigenlijk alle lijnen uit namens Unisky String Technologies. Houdt een oogje in het cel, geeft alle presentaties, staat alle media te woord. En wat leuk is, op de foto, of op de onderste foto, kun je eigenlijk al een klein stukje zien van hoe zij Unisky String Technologies in de Emiraten zien. Alle Emiraten staan erop, onafhankelijk van elkaar genoemd. Bijvoorbeeld Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, en ga zo maar door. Investeringen naar stage 15. Na stage 15 zullen er nog steeds investeringen mogelijk zijn. Dit zullen investeringen als voorbeeld kunnen zijn voor gerichte projecten. Dit zullen niet meer de investeringen zijn zoals wij die nu kennen, dat je nu de mogelijkheid hebt om te participeren door middel van een convertible loan agreement wat je nu aankoopt, dat straks wordt omgezet naar daadwerkelijke shares, mocht de IPO en beursgang haar intrede doen. Maar er zullen straks dus ook gewoon trajecten zijn waarop je kunt intekenen of kunt participeren. Gisteren is er een nieuwe site gelanceerd. En dat is een site die staat hier nog niet op, omdat ik daar nog niet alle informatie van heb. Maar het is een site die zal zich bezighouden met de tokens van het bedrijf. Het bedrijf zal straks met een eigen cryptocurrency komen, die op een eigen blockchain zal draaien. En daarvoor worden nu tokens gecreëerd. Hoe dat straks precies in elkaar zit, dat ga ik ook met jullie delen. De informatie was voor mij te kort dag om dat op een goede, efficiënte manier met jullie te kunnen delen. Dus deze houden jullie van mij te goed. We zitten nog een aantal dagen in stage 14.1. Aankomende vrijdag zullen we van stage 14.1 naar stage 14.2 gaan. Houd dat even goed in de gaten. Mocht je nog iets willen doen en je hebt de mogelijkheid, zorg dan dat je dat ook voor een bepaalde datum doet. Want het zou zonde zijn als je dat op de klokslag doet, dat de stageverandering komt. Want ja, dan kan er misschien iets minder in het pakket zitten dan dat je eigenlijk in het begin voor ogen had. Dit zijn de officiële sites die je kunt raadplegen mocht je meer informatie willen. Er gaan 2 sites bij komen, die staan hier nog niet op. Maar er is onlangs ook een site gelanceerd vanuit de Emiraten voor Unisky String Technologies. En zoals ik gisteren aangaf, is er een site gelanceerd naar skywayglobal.io, die hier ook niet op staat.
Dat is een andere site die zich ook bezig gaat houden met de tokens voor het bedrijf. Dit zijn de contactgegevens van Nettie Sommers en Will Kerridge, degene die nu spreekt. Mocht je vragen hebben, mocht je ergens niet uitkomen, wij staan eigenlijk altijd voor jullie ter beschikking. Om jullie op een zo goed mogelijke manier te helpen, zodat jullie op een zo rustig mogelijke manier alle belangrijke informatie van het bedrijf kunnen volgen. Dus mochten er vragen zijn, schroom niet. Wij zijn ervoor en we proberen jullie op een zo goed mogelijke en snel mogelijke manier te kunnen helpen. Ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie vanaf dit punt ook hartelijk danken voor jullie aandacht. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende presentatie. Ik zal zo meteen de recording stoppen en ik zal hem even terugzetten op de contactgegevens, zodat je deze eventueel kunt opschrijven. Ik wens jullie nog een fijne avond.